Ik snap ook niet, hoe kun je dat zo achterlaten? Kijk hier als je erin valt. Ja, wil je gaan liggen? Wil je gaan liggen? Zonder kleertjes slapen? Nee. Liano, zonder kleren slapen? Nou, jij... Lekker, hè? Nee, ik heb niet bloed. Bloed heet, ja. Maar... Goedemorgen allemaal. Super leuk dat jullie weer naar een nieuwe vlog kijken. Wij zijn aangekomen bij ons huisje in Prinsenmeer. Alleen is het wel even de vraag of wij hier kunnen blijven. Want wij komen aan en wij zien dit. Ja, sorry hoor, maar dit vind ik levensgevaarlijk. Hier kunnen de kinderen niet gewoon rondlopen. Dus ik ben met de receptie aan het bellen. Maar dat duurt weer even. Dus we wachten ook nog even met de spullen uitpakken. Want ja, krijg je een ander huisje of maken ze het hier ter plekke? Dat weet ik niet. Maar het moet gewoon snel opgelost worden. Want ja, kijk dan, ik snap ook niet, hoe kun je dat zo achterlaten? Kijk hier als je erin valt. Kan toch niet? Peter Gillis zou zeggen, Katta? Massa. Kassa, massa. Nee, catastrofe, zegt hij toch altijd. Nou ja, even wachten dan. Maar wel vervelend, want nou kun je ook je spullen niet uitpakken. Want ja, moet je dan een ander huisje of wordt het gemaakt? Ik weet het niet. We hadden ook een kinderstoel erbij gehuurd, maar die staat hier ook niet. Hopelijk neemt ze snel op. Ja, jongens, het is opgelost. De plank is gemaakt, daar kwamen ze wel heel snel voor. Kijk eens, Liano. Liano, ja, hap. Ondertussen Liano nog brood aan het geven. Hap, hap. Moet je niet. Oké. Okay. Maar goed, het is dus opgelost. Plank is gemaakt. Kijk. Dus dat is wel snel gedaan. Dus dat is weer veilig voor de kinderen. We missen alleen dus die kinderstoel. Maar ze zeggen van ja, die moet je zelf ophalen bij de receptie. Maar was dat nou weer voor iets? Ja, besteld dat er toch bij je hoort. Dat komt toch klaar te staan in je huisje. Hè? En we missen een parasol. En dat hoort niet. Dus die man die hier net was, die gaat dat ophalen. Neemt hij ook gelijk de kinderstoel mee. Maar goed, ik zal even het huisje laten zien. We zitten een beetje in de middle of nowhere. Dit is ons uitzichtje. Wel een groot balkon. Veranda met dit. Dan kom je hier binnen. Dan heb je hier de slaapkamer van Milena. Van Milena. Die gaat hier lekker slapen, schat. Dan gaan papa en mama de master bedroom. Wij gaan hier slapen. Dan heb je hiernaast heb je de badkamer met een douche. Die kreeg je er gratis bij. De keuken. Dit is best wel ruim zo. Kijk hier nou liggen. Waar lig je hier nou gekje te doen? Ja, wil je gaan liggen? Wil je gaan liggen? Vind je het leuk? We hebben hier de slaapkamer van Liana. Die zijn we even aan het ombouwen. Even één zo'n dingetje weg zodat het campingbedje hier kan staan. En dan de woonkamer. Dat is best wel een groot huisje. Het is wel even eten huis hier, hoor. Het is wel warm, hè? Sorry. Ja, jongens, het is natuurlijk warm. En je hebt geen airco hier in het huisje, dus. Maar goed, s'avonds koelt het op zich nog redelijk af. Hoop ik. Ik ga lekker daarop. Ga je lekker daarop? Ja. Daar wordt zonder kleren slapen. Of niet, Leen? Nee. Zonder kleertjes slapen? Nee. Nee? Liano, zonder kleren slapen? Nee, hè? Hier nog een tv'tje. Nou, dus wij gaan even de boel een beetje installeren. En dan gaan we nog even lekker lopen, want ik denk dat we zometeen nog even gaan zwemmen. Ik kan er hierbij rijden. Want het is bloed en bloed heten. Nee, zo'n lange arm heeft hij. Ja, en ik kan nog een klein stukje deze kant op. Ja, maar zwemmen met dit, hè? Ja, maar dat lukt wel. Zo breed zijn wij toch niet? Nee, je hebt niet een hele grote trek heeft. Oh nee, ja, dan een stukje. Hij heeft niet zo'n lange armen, hoor. Oh, hij past breed, hij past. Hij heeft niet van die lange armen. Bob de Bouwer. Mam! Ja. Kom eens. Ja. Wat is dat? Cola. Cola, cola sherry. Van cola. Zo, maar goed jongens, wij gaan even hier de boel verbouwen. Oh, kijk. Ja, beter, ja. Even het lang spelen, maar. Goed zo. Boba, ik word niet goed hier. Wat zeg je?
Ga je samen, papa? Kijk eens, jongens, we zijn lekker aangekomen. Wat zei je, meisjes? Water koud? We zijn lekker aangekomen bij het strand. Het huis doen we straks zelf. Ruudje, de jongen van Willis. En hier staat mijn kleine Binky. En kijk, als ik de muts opzet, dan trekt hij gelijk af. Nou, je moet hem op. Je moet hem op. Kijk, Milena die wil hier natuurlijk gelijk van de glijbaan. Het is koud. Ik ga een keer in rennen. Dit dan? Maar ik weet niet wat er ligt. Hoezo wat er ligt? Ligt geen steen hier, hoor. Nou jij, Leen! Milena wil dus graag van die glijbaan, maar kijk, er staat daar een zwarte plank tegenaan. Ik snap niet waarom, want hij staat wel aan, maar dan kun je dus heel moeilijk op plek klimmen. Ja, klemde houdt best wel. En ik zit even hier met mijn kleine man. Hè? Moet je staan? Moet je ook zo lekker in het water? Gaan we ook zo in het water? De kinderen zijn goed ingesmeerd. Jammer van het hoedje. Loop maar, papa. Loop maar. Gaan we voelen in het water? Oh, dit loopt wel lekker, moet ik zeggen. Het is echt niet koud, hoor. Niet koud? Je moet er niet keer in. Kijk wat hij ervan vindt. Oh, wat is dat? Lekker? Lekker, Leentje? Oh, moet je die kropzak weer uitdoen? Nee joh, laat hem lekker aan. Toch? Schatje? Handje? Oh, het is een beetje koud. En Milena, die is echt een waterrat, dus ik ben benieuwd of hij dat ook echt is. Oh, Milena die staat maar daar, die wil maar van die glijbaan. Nee, je moet echt raar klimmen. Raar iets. Ja, kom maar, dan ga ik wel jou pakken. Ellen heeft haar eroverheen gekregen. En ze gaan al naar boven. Vind maar een linker trap, vind maar eng. Volgens mij was ze een beetje bang. Goed zo! Ze moet er weer lachen. En, was het leuk? Ja! Ja? En nu ging je onderduiken. Ging je onderduiken? Ik heb ook jouw duikbril mee, hè? Die heb ik niet meer nodig. Heb je die nog niet nodig? Oké. Ja, dan is lekker aan het spelen. Milena is ook met de emmer. Zometeen, schatje. Mama gaat zometeen misschien een keer mee proberen. Want papa vindt het heel eng zo hoe je zo moet klimmen. Liana vind ik niet eng. Nee, Liana niet. Maar ik wil een keer alleen. Wil je een keer alleen? Nee, dat kan niet. Ja, nee, ja, als we boven, dan kan het wel. Als we boven eenmaal zijn. Maar iemand moet wel met jou mee die trap op. Nee, dat snap ik ook niet. Ik ga zo met jou proberen. Dat is zelfs lekker het water op die kindjes. Liana voor de eerste keer een bandje om. Ja, die gaat dadelijk op je onder. Maar die heeft niet te ver. Hey! Die bandjes zijn groot, hè? Goed zo! Lena, moet je de warm duikbril? Nee. Duikbril? Nee. Nee? Oh, oh! Wat is dat dan? Wat is dat? Ga je duiken? Ga je duiken? Ja.
lekker weertje nou. Soms af en weg. Die komen weer terug. Prinsen mee. Lekker, hè? Ja. Dat is lekker, hè? In het begin was het heel even wennen. Maar hij zit nou heerlijk. Ja! Meteen is lekker aan het duiken. Er eentje? Het is echt genieten, jongens. Het is echt lekker. Ik hoop echt op een heel leuk weekend. Ik denk het wel. Ik heb een lachen. Kinderen zitten even lekker nog in het zand te spelen. En papa en mama die zitten even lekker hier samen. Oh. Het zonnetje is even achter een wolkje. Ah, wat doe jij nou bij mijn oor, man? Nou, Vinnie. Ik ben echt niet goed. Maar dat is wel echt lekker, hoor. Wij komen hier van Kunstmeer aan het zon gaat weg. Ja, de zon gaat weg. De zon zit achter een wolk, jongen. Al heel lang. Een dikke wolk. Nou, lekker. Gaat het weer lekker met het inzoomen, jongens? Merken jullie het? Oh, ik kom Leentje aan. Hij vindt het ook echt leuk. Hij moest heel even wennen aan het koude water. Maar hij vindt het nou echt leuk. Ga bij je broer zitten. Ga spelen samen. Niet? Ah. Oh, daar komt hij aan. Een beetje moeilijk in de zand lopen, maar... Weet je! Hij komt eigenlijk rechts iets onder de douche. Weet je! En dat bergje op gaat ook lukken. Boom. Boom. Vind je het leuk? Heb je het koud? Hier, doe deze handen om je heen dan. Kom hier. Wij zijn terug van het zwemmen en van het spelen. Dat was super lekker. Maar in die tussentijd zouden ze de parasol aan de kinderstoel brengen. Geen kinderstoel. Dus ik ga even hier met de kinderen in het huisje. Ga ik vast koken. En dan gaat Glenn even... met de auto naar de receptie rijden om die kinderstoel te halen. Want die hebben we wel zo nodig als we willen eten samen. Of niet? Was leuk? Was leuk, schat? Was leuk? Ja. Milena was een beetje moe. Gaan we even lekker hier relaxen. Die komt. Soms komt. Dat gaan we eten. Dat gaan we morgen doen. We gaan nou lekker pasta eten, goed? Dus ik ga even koken. De kinderen gaan hier gewoon lekker een beetje rondlopen. En papa gaat even... de kinderstoel halen. Nou, onze eerste maaltijd hier. Lekkere kippasta. Lekker eentje? Ja, jij krijgt deze ook, schatje. Maar is nog een beetje heet. Even blazen. Ja, nou, Klein heeft de kinderstoel opgehaald. Ik heb ook helemaal verkeerd dan. Oh, helemaal verkeerd? Echt een dolo. Ja, dat is moeilijk hier. Maar goed. Even lekker eten en dan dadelijk even omkleden. Leentje is weer omgekleed. En dan gaan we even nog naar voren. Gaan we misschien wel een ijsje eten of niet? Ja. Lust je dat dan? Ja. Ja. Maar eerst even lekker eten, jongens. Ik moet wel zeggen, ik heb hier net binnen gekookt. En het is bloed en bloed heet. Vooral als je zo aan het koken bent. Dat is echt niet normaal. Moet het die? Want die altijd gekookt. Nog drinken pakken dan? Kom hier. Dat is echt niet normaal. Het is al heel warm in dat huisje. Milena moet per se glas, melk uit een glas in de beker. Maar goed, dat even terzijde. Wat ik aan het vertellen was. Het is bloedheet met koken. Ik ben sowieso niet gewend om gas te koken. Dus dat vind ik al wat lastig. Heb jij bloed? Nee, ik heb niet bloed. Bloed heet, ja. Maar ik denk dat je hier op buiten gaat slapen, denk ik. Of nee, het is echt heet. Het is echt heet. Ik hoop echt dat het goed afkoelt een beetje. Want hoe doe je dat in de zomer? Dan hou je het toch niet vol? Lekker. Maar goed, we gaan eerst even lekker eten. En misschien wel of het goed afkoelt vanavond. We hebben heerlijk gegeten. En kijk, hier word ik nou vrolijk van. Outfitje van Liano. Outfitje van Klaan. Ik vind dat zo leuk, hè, Maxi. Een outfitje van Milena, laat zien. Wauw, mooi hoor. Nou, vertel eens, wat gaan we doen? Naar de speeltuin. En? Naar de speeltuin. En?
Ja. Wat nog meer? Nou, de tempo, want die is heel erg grote. Ja, die grote springkussen, die bal. En wat nog meer? Iets eten? Ja. Wat dan? Pizza. Pizza? Kind, je hebt net pasta op. Volgens mij moeten we nou deze kant op. En dan zo het bochtje die kant op. We zijn net helemaal verkeerd gelopen. Echt helemaal verdwaald. Zie je al een speeltuin? Oh ja, maar we gaan eerst even naar de winkel. Want die is om 7 uur dicht. En het is nou? 7:30. Dan moeten we misschien nog doorstappen ook. We hebben de boodschapjes gered in de supermarkt. En we staan nou bij de ijssalon. We gaan naar alleen. IJsje. Hij wordt echt wel helemaal moe. Nou, wij zitten lekker ijs eten. Ja, alleen op het ijs. Loop, die is hier al lekker aan het spelen. Terwijl ik Liana nog lekker een paar hapjes geef. Lekker hè? Je ziet aan zijn houding dat hij wel moe wordt, jongens. Maar goed, hoe laat is het nou? 7 uur. 7 uur, dus ja, hij heeft niet heel veel geslapen vandaag. 3 kwartier hooguit in de auto. Straks lekker slapen, schat. Ja. Lekker ding. Ik wil ook even lopen. Meneer en Dirk, net hier. Hoi mama, maar die is alweer verder naar achter. Wat is dat? Heeft jouw zus die net gewonnen? Oh. Ja. Milena? Goed zo. Oh mijn god. Papa? Ja? Baby's moeten niet op en jullie moeten op. Hij rijdt toch maar niet. Nee, want dan rolt hij zo naar beneden. Kijk jongens, dit loopt. Ah, een beetje mijn jurk. Dit loopt zo, schuin omlaag. Oh mijn god, ik kan eigenlijk niet. Welke adem is dit? Kan je even mijn helpen? Ja, klimmen. Doe klimmen, schat. Klimmen, klimmen, klimmen. Mijn hoofd. Ik zit elkaar alleen maar te lachen, ik erg dit. Leuk, Leen? Leuk? Hij moet dit doen. Wat? Dat kunnen we misschien ook wel een keer doen. Mitch's golf, maar is nou dicht, schatje. Ik doe hem los, maar straks durf dat niet. Eentje, hè? Dus wij zijn terug van het lopen. We hebben een ijsje gegeten, we hebben gespeeld, we hebben van alles gedaan. Nu moeten we hier de afwas nog doen, want we hadden geen afwasmiddel. Die hebben we net gekocht. Kijk daar. En we gaan dan even Liana naar bed brengen. Ik doe hem denk ik lekker alleen ondergoed aan. Super schattig. Kijk dan. Een onderbroekje met een hemdje. En dan met een slaapzak. Want het is hier echt bloedheet in het huisje. Dus meer mama, hoeft hij niet aan. We hebben even alle ramen. Ik ga het niet doen, maar dat kan niet. Oh, mama zal jou wel helpen, schatje. Ik wil dat alleen doen. Oh, mama zal zo drinken pakken. Maar we hebben dus even alle ramen opengezet, zodat het hopelijk een beetje doorwaait. Het is nu 7:50 en echt, het zweet staat nog steeds op je mama, hoofd. Mama, kan je deze voor mij openmaken? Ja, dan moet je draaien. Kijk, lekker spilmondje. Dus we gaan Liano even omkleden. Dan gaat hij naar bed. Klant gaat de afwas doen. Milena mag van mij nog wel even wakker blijven. Dat maakt niet veel uit. Nee, doe maar niet die erin, Mileen. En dan gaan Klant en ik dadelijk lekker weer voor op het terras zitten.
lekker spelletje spelen of iets. Even kijken wat we gaan doen. Dan. Oh, ben je mooi! Schimke! Wat wil jij? Wil je ook nog een beetje drinken? Moet ik jouw beker pakken? Ook nog drinken? Nou, Liana ligt lekker op bed. Nummer 1. Nou, zometeen lekker Melina naar bed. Sas is even lekker zalm aan het maken. Dan kan ze altijd zo goed. Ik kan het ook wel, maar ik doe het alleen nooit. Je kan het dus wel. Hè? Je kan het dus wel. Ja, vast wel. Mama, hoe kan je dat maken? Hoe kan ik dat haar maken? Maar zo. Die mama helpen? Ja. Dan heb je mooie make-up op. Glimt helemaal. Lena heeft mama het eitje gekweld, hè? Maar ik heb ook wel gemaakt. En ze wou me het liefst ook opeten. Melina make-up. Oh, dat is niet normaal. Die is helemaal gek van make-up. Dus ik hoop dat Liana vannacht een goede nacht hebt. Wat een vraag. Dus, vind ik vast. Let's hope. Nou, kijk eens. Wat lekkere toontjes allemaal. Ken en ik zitten hier met een muziekje. Milena die is een beetje aan het spelen. Mijn kindje hier. Lekker hier voor de deur. Liana die slaapt. Die viel heel snel in slaap. Maar dat had ik ook niet anders verwacht. Maar goed, wij gaan even lekker hiervan genieten, jongens. Kijk eens hoe lekker ik dat weer gemaakt heb. Nou, wij zitten nog lekker buiten. Het is al 9:55. Zo laat Milena... al? Ja. Oh, ik moet op bed. Milena is nog steeds buiten. Die is hier met een kindje aan het spelen die tegenover ons staat. Liana is een slaapafvaller. Die slaapt. Dus fingers crossed dat het goed gaat. Ik ben even bezig met de vlog editen. Maar ik weet heel eerlijk gezegd niet of die morgen eigenlijk online staat. Want het duurt allemaal... heel lang met geen internet en zo, maar goed. Milena, Milena. We gaan het zien. Nee. Wij wilden lekker spelletjesavond doen, hè? Ja, hoef je dan in de bed? Nee, dat niet, maar ja. Je ga maar even naar buiten, moppie. Ik ben al blijven moeder die ook weer niet heel laat naar bed kwam, maar goed. We kijken het wel, we zien het wel. Maar goed, dadelijk dus eerst even Milena naar bed brengen. Ze zegt dat ik ben moe, maar ze zijn dus aan het spelen op de slaapkamer. Maar ik denk dat ze serieus dadelijk wel echt naar bed moeten, hoor. Het is al 9:55. Wel echt schattig. Echt leuk, want zij staat dus hier een caravan daar zo. Dat meisje, die is ouder als Melina. Ouder? Ja, één maand. Oh ja, dat is niet veel. Maar jij dacht al dat ze jonger was, omdat Melina zo lang is. Melina is een stuk langer. Ja, dat is zij al 4. Ja, maar nog niet. Maar dat denkt iedereen altijd, omdat zij zo lang is. Lange Lola. En dat zei ik nog, want ik heb een zoon van anderhalf bijna. Ja. Met die spierwit en blauwe ogen. En toen zei die vrouw, is die wel voor jou? Ik zei, ja, daar ga ik wel vanuit. Maar goed, jongens, we zien jullie morgen weer. Doei doei. Kijk uit die val.